Topspeed wordt mede mogelijk gemaakt door GinoB.com en State of Art Menswear. Welkom bij Topspeed vanuit Inner Mongolië. In de vorige twee afleveringen heb je kunnen zien hoe we door dit schitterende landschap zijn gereden. En vandaag zijn we begonnen aan de laatste dag. De route gaan we zoals de hele week al gaan we rijden met de Trippy. Dat is een combinatie tussen een GPS-systeem en het aloude roadbook zoals we dat kennen. Het verschil is dat nu alles in één apparaat zit. Het roadbook geeft aan waar je naartoe moet. Ben je van de trek af, geeft het kompas in het apparaat aan hoe je weer terugkomt naar de trek of hoe je teruggaat naar het laatste punt waar je verloren bent geweest. De laatste dag in Inner Mongolië. Weer een nieuwe dag. Ik heb een schoon shirt aan. Dat kan je alleen niet van de auto zeggen. Ik heb gigantisch veel meegemaakt, vastgezeten. Alleen wel in het zand, niet in de baaiers. Ik hoop alleen maar één ding, dat ik het vandaag ga redden. Uitrijden tot de finish. We hebben van alles gezien deze week. En als je nu hier kijkt, dan zou je toch bijna denken dat we in Scheveningen zitten. Bon alors, Maurice, comment ça va se passer aujourd'hui? Bah, tu sais, Roger, ça n'a pas l'air facile, hein, parce qu'on va se taper les dunes. Il y a des pièges, à mon avis, c'est les trucs à Uber. Hein. Faut faire attention, Roger. Il va falloir que tu ailles doucement quand même, hein, parce que d'habitude, tu vas un peu trop vite. Et après, on est dans la merde. Et je suis un peu speed. Mais faut que tu fasses attention. Quand même, oui, je vais faire attention. Parce que tu te souviens l'autre jour, là, on est encore arrivé avec une minute d'avance. Eh oui, on a dit podium, mais c'est foutu. De toute façon, aujourd'hui, on est là pour s'amuser. Hein, ouais, on a dit. Aujourd'hui, à fond, à fond, à fond. We have a measurement of the start and the finish. We see the difference and you get penalties for the difference. Enjoyed the green red. It was super, really. Great. Thank you for organizing it. This is the end of our show, but unfortunately, we have one more surprise because tomorrow we're gonna show the people something about Peking. I want one big hooray for Hubert Auriol and the green red. Thank you very much. Bye bye.
erg leuk om na de Green Raid een kijkje te nemen in Beijing, nu we er toch zijn. En dat doen we met Jing, dat is een Nederlands-Chinees meisje dat hier woont. Toch Jing? Ja. Waar zijn wij hier precies? We zitten midden in de tweede ring. Peking bestaat uit 6 ringen, zoals je weet. En een tweede ring is Parijs midden in de stad. Ja? En die kant op is waar we straks toe gaan, de Verboden Stad. Dat is eigenlijk de eerste ring? Eigenlijk de eerste ring, maar dat doen mensen niet zo. Wat we achter ons hebben is de Trump Tempel. Waar de tijd wordt aangegeven als de bel wordt geslagen in de oude tijd. Het is een wijk waar wij heel vaak komen voor eten en drinken. Je ziet dus koffiebars en restaurant langs de straat. En waar we straks komen, daar is de woonwijk. En hier komen weinig toeristen? Weinig toeristen, inderdaad. Dit is echt typisch Chinees, dat je haar op straat wordt geknipt. Nou, dit is een wijkencommunity. Hier gebeurt van alles. Ja. Bijvoorbeeld, op straat? Op straat, inderdaad. Je kan foto's halen voor mensen, voor een familie. Je kan ook bloeddruk gemeten worden. Dus die mensen worden, de oudere mensen worden bloeddruk gewoon elke 15e? Precies, elke, op 15e elke maand. Oh, dus komen ze hier langs en dan kan je dus bloeddruk laten meten. Geweldig. Dus ik zou vragen of zij jouw bloeddruk even laten maken. Ik ben benieuwd. Ja, ik kan je banka leren jasje. Ja, maar hoi je, hoi je. Kooien. Hoe vind je mijn Chinees trouwens? Goed, hè? Helemaal top. Zij snapt waarschijnlijk niks van, maar helemaal top. Alles normaal, perfect. Helemaal perfecte bloeddruk. 120 en 80. Hoe gaat het hier? Mevrouw vroeg net of wij een handtekening willen opzetten voor de Olympische Spelen. Tuurlijk gaan we dat doen. Zal ja? Ik vind het wel Chinees doen. Maar alles, wat je wil. Peking, oh, mooi. 2008. Peking. Weet je wat me trouwens de hele week al opvalt? Wat? Zeg eens. Dat de mensen zijn zo toegankelijk, zijn zo aardig, zijn zo lief. Ja. Als je hier ook kijkt, ze vinden het leuk dat je er bent. We zijn ook in Afrika geweest met de Dakar Rally. Mm-hmm. Eerlijk gezegd ga je daar zoveel mogelijk om de mensen heen. Ja. Dat je weet dat ze wat van je willen. En hier ga je gewoon naar ze toe. Ja. Ja, en wat me ook opvalt, ja, is dat als je nou de Chinese letters, hè, en de tekens. Jullie doen eigenlijk alles met plaatjes, met beelden. Hè? Dat klopt. Ja, ja, dat vond de Chinezen heel erg leuk. En ze vonden het ook heel erg leuk om te tekenen. En dit is voor kinderen heel erg leuk, want je hoeft niet de saaie tekst te lezen maar of voorlezen. Maar ieder teken is bijna een woord op zich, hè? Of een verbeeldenis of een gebeurtenis op zich, hè? Ja, 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 ja. Iedere woord eigenlijk, je hebt meer combinaties en zo. En nou, dat zegt al heel veel. Is Chinees moeilijk om te leren lezen en schrijven? Voor mij niet. Voor de lokale Chinezen niet. Voor de kinderen denk ik het ook niet. En voor niet. Mij bijvoorbeeld? Waarschijnlijk wel. Oh, bedankt. Want... hè. Dit is een typische Chinese straat in een van de woonwijken hier. Ja. Nou, er zitten huizen en lokale mensen hier wonen. Uh-huh. Maar het is wel een hele grote contrast tussen nieuwe wijk, moderne Chinese wijk en de oude. Dit is de hoogste stadium voor de Olympische Spelen 2008. Mm-hmm. En we noemen het vogelnest, zoals je ziet. Wat is de Chinese naam? Niao Chao. Dus het is het Niao Chao Stadium? Ja, Niao Chao Stadium. Dan zie je het als vormen van een vogelnest. Mensen zijn heel hard aan het werken om voor de tijd 2008 klaar te hebben. Er gebeurt nog heel veel ook met de hand. Hè? Jullie hebben heel veel handarbeiders, hè? Nou ja, nou, dit moet waarschijnlijk wel even wel, maar we hebben ook wel het moderne... Ja. Ja, nou de contract, dat zie je al, want als je hierachter kijkt, het zijn allemaal nieuwe gebouwen. Ja, hier wordt ook het Olympisch dorp gebouwd? Hier wordt ook het Olympisch dorp gebouwd. Dus het is een hele nieuwe, moderne, grote dijk. Wat ik ook leuk vind om jullie te laten zien, is dat de Beijing op de controlegebieden ook in beweging zit. Hierachter zit de moderne wijk 798, ja, waar de kunstenaars, vooral de moderne kunstenaars, zich verzamelen en hun werken tentoonstellen. Dit is een moderne kunst. Ja. Ik weet niet precies wat het is, maar wil jij dat ik het verzin? Verzin maar wat.
Nou, dit zijn de voorbeelden van de Chinese moderne kunst. En op de hele wereld zijn er een belangstelling voor. Dus veel mensen konden naar dit gebied en, om de moderne Chinese kunst te bekijken. Chinese kunst is hot. Ja, het is helemaal hot, helemaal in. En vooral dit gebied wordt ontzettend uitgebreid, zeker voor de Olympische Spelen in 2008. Mm-hmm. Dus we zullen meer dit soort studios verwachten. En dat meer Chinese kunst. Aziatische stijlen. Typisch. En dat is gefotografeerd waarschijnlijk en dan daar is kunst van gemaakt. Ja. Leuk. Apart. Hier is ook ja, mooi. Dit is ook. Dit is leuk en dit is een gallery voor jonge Chinese kunstenaars. Een voorbeeld ervan, die is gemaakt van metaal. Ja. Het verbeeldt de moderne mensen of de mensen van heden dagen. Dikke buik, liggen, lui zijn. Ja. Ja. En deze schilderijen, deze zijn de schilderijen met heel veel kleuren. Er wordt heel veel kleur gebruikt. En het verbeeldt de city life en de relatie van mensen en met de stad leven. De verboden stad. We zijn er eindelijk. En een van de heilige grond in Peking. Honderden jaren heeft de keizerfamilie hier gewoond. Daar mocht niemand komen. We hebben natuurlijk allemaal de film The Last Emperor gezien. Precies. Echt verboden voor iedereen. Tot en met de Tweede Wereldoorlog, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog, was pas opengesteld. Ja, want hij is verbannen. Hij is in ballingschap. Hij is verbannen, precies. En op een gegeven moment mag hij toch terugkomen in zijn stadje. Maar er zal wel heel vriendelijk zijn voor hem geweest om weer als toerist terug te komen. Als toerist in je eigen huis, om daar dan terug te mogen komen. Precies. Dit is de Palace of Prolonging Happiness. Ja. Waar een van de vrouwen, echtgenoten van de keizer, slaapt. Dit is in 1845 afgebrand. Veelzeggende naam trouwens. Ja. Dit is een huwelijkskamer. Ja. Daar wordt de eerste huwelijksnacht doorgebracht. Ja. Helaas kunnen we er niet bij zijn. We worden beschermd achter glazen. En dit is de koets waarin de bruid in zit. Worden de bruid hier teruggebracht met de koets. En ze wordt gedragen worden door gedragen dragers. Worden gedragen door dragers. Leuk. Gelukkig zijn er heel veel gebruiksartikelen overgebleven uit de Qing-dynastie. Mm-hmm. Worden hier tentoongesteld. Dit vind ik heel grappig. Want dit is een bekertje voor de dames toen, waar ze slijmen in kunnen kwijt. Ze konden ze gewoon inspugen? Ja, precies. Grappig. Okay. Qing, jij woont hier. Je bent in Nederland opgegroeid, in Berg op Zoom. Ja. Je spreekt vloeiend Chinees. Zien de mensen jou als een Chinese of als een buitenlandse? Chinees, als ik in China ben. Want als je naar mijn outlook kijkt, is vanzelf spreken dat ik Chinees ben. Dus als ik hier ben, dan... Ja, als maar jouw gewoontes, want jij bent westers opgevoed. Ja, dat klopt. Ik merkte nu dat ik bijvoorbeeld heel veel bijvoorbeeld denkwijze en zo heel erg verwesterd is. Kun je de grootste verschillen aangeven? Grote verschillen tussen Chinezen en Nederlanders? Ja, nou bijvoorbeeld met uitgaan. De Nederlanders vinden het heel leuk, erg leuk om naar een kroeg te gaan of een café. Gewoon een biertje in de hand en dan heb je de hele avond plezier. Mm-hmm. Maar de Chinezen vond, moet ik eerst zeggen, helemaal niks. Want ze willen liever naar een restaurant waar lekker eten wordt gereserveerd. En gewoon iedereen aan de tafel hebben en een gezellig kletsen en daarna naar een karaoke. Het land is enorm, maar dan ook echt enorm in beweging met oog op de Olympische Spelen 2008. Ja. Er gaat heel erg veel veranderen. Ja, dat klopt. Dat zie je al eigenlijk als je in de stad bent. Dus er zijn heel veel andere constructies zijn. Dus er zijn heel veel aan het bouwen voor Olympische Spelen. Ook mensen zijn zo bezig met Olympische Spelen. Maar vinden ze het leuk? Vinden de Chinezen het leuk? Ja, ze vonden het heel erg leuk. Ze vonden het echt iets. Want er gaat toch ook... Ik heb een gevoel dat er... in een heel snel tempo, mm-hmm. dat een stuk van de cultuur vermoord wordt hier? Ja en nee. Omdat je ziet dat heel veel traditionele gebouwen en oude gebouwen weggeslopen zijn. Omdat een nieuw gebouw moet komen voor Olympische Spelen. Nee, omdat de belangrijke historische panden en hotspots zijn overgebleven en wordt beschermd. Deze staat er gelukkig nog. Inderdaad. Zullen wij eens op zoek gaan naar The Last Emperor? Is goed. Gaan we.
In de verbouwde stad heb je heel veel van dit soort doorgangen. Als je er doorheen gaat, dan kom je vanzelf bij het Centraal Plein, waar wij nu er naartoe gaan. Dit is echt het centrum van de stad, van de verboden stad en van de Qing-dynastie en de Ming-dynastie. En dat is de plek waar de keizer logeerde. That's the place to be, daar gaan we naartoe. Ja. Dit is de plek waar de keizer werkt en woont. Tot en met keizer Yongzheng wordt de keizer hier geslaapt en gewerkt. En na de Yongzheng-tijd worden hier de official ceremonies gehouden. Heel belangrijk. Nou, dit is het dan? Ja. Het centrum van de Qing-dynastie, waar eigenlijk tot de verbanning van de laatste keizer was dit verboden gebied voor iedereen, hè? Precies. Geweldig. Nou, ik wil eigenlijk ook zeggen dat dit het einde is van een geweldige reeks in China en in de Mongolië. Ik wil jou bedanken voor de rondleiding. Graag gedaan. 3 maal in Nederland, hè? En dank dat je dat hebt willen doen. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. We gaan nog even nagenieten hier in Peking. Tot de volgende keer bij Topspeed. Doei. Topspeed wordt mede mogelijk gemaakt door GinoB.com en State of Art Menswear.